That's by an angel. Misschien is hij een engel. Het is zeker een jaar terug of meer dan een jaar terug wat ik laatste met mijn boek in zijn witbelaaien gezeil zit. Nu zie ik hem minder als een uur terug, ontmoet ik een goeie nou een oude man. Hij lijkt zoals hij in zijn 60's of in zijn 70's is. Oeskien nou van geen kant, maar ik kan zien iets klaar voor. Ik vraag hem toe, is die oude rijk? Hij antwoordt voor mij, niet lekker nie man. Ik vraag toe van wat kan. Hij zei toe, ik heb die slaapplekje. Ik is van Biala en ik ga morgen huis toe. Maar ik zoek slaapplek vandaan. Van een scout die buiten kan. Ik vraag toe voor hem of hij mee inzit in die plek. Hij wijst toe van mijn vogelkie met zijn vangen. Oost staan toe aan die oor kan waar zijn mensen of zijn familie blij. En hij zei toe voor ons. Maar jullie weten hoe zo'n die IT tijd die mensen. Oké, ik kan kogie zitten toe in mekaar. En ons vat hem ook toe. Zoals hij rijdt dus nog een plek om zijn body te begraven nie man. Maak me niet te grap. Trek me niet jullie been. Oké, zoals hij rijdt. Het is nog een plek voor die man om te slapen voor je aan nie. Maar oost wie zijn mijn is opgemaakt. Oost dat plek zoekt tot ons plek rijdt voor die man aan. Want die man nou op een aan in mekaar slaap. Hoe zal ik voor mijn pad gelost zitten? Ook hoe schreef je voor Ipi? Ik vraag of haar, zijn er een man wil slaapplekje voor je aan? Ze zei ja, ook hoe schreef je toe het toon te gaan? Hoe kan ik een kogje weer eens? Want ze weet het voor toe. Hoe ze nog nooit die man voor die gezien of voor die ontmoet? Of gewoon van hem? Om je waar te zien, hoe weet je eens wat zijn naam is? Als ik nou voor kogje moet vragen wat zijn man zijn naam, dan gaat kogje ook je weten. Als die een engel en is hij gestien, moet ik het geschreven die verpunten niet, vond de bereken. Die is mijn story niet, die is de story van een man. Een man wat ik kon ook je ontmoet het vandaan.